Als ik in de avond alleen over straat fiets, word ik nagefloten. Worden mijn kinderen dat later ook? Als ik in de avond alleen over straat fiets, ben ik bang. Zijn mijn kinderen dat later ook? Ik heb het hier over straatintimidatie. Iets wat recentelijk blijkbaar steeds verder genormaliseerd wordt. Bang zijn als je in je eentje over straat loopt, is tegenwoordig de norm. Het ergste is misschien nog wel dat deze angst, die tegenwoordig bijna alle jongeren in Nederland wel hebben, zeer gegrond is. De helft van de jongeren is namelijk in aanraking gekomen met straatintimidatie. Vreesaanjaging. Het komt voor in allerlei vormen. Ongewenst nagefloten, nagesist of nageklakt worden. Nageroepen worden met vervelende opmerkingen of beledigingen. Soms zelfs achterna gelopen of achtervolgd worden. Onze jongeren zien dit als normaal, dat dit hen gewoon overkomt als zij over straat lopen. Deze bangmakerij. Misschien lijkt het allemaal wel mee te vallen. Maar weten jullie wel wat voor impact dit heeft op mensen? Een ongemakkelijk gevoel. Soms word je er geïrriteerd of boos van, maar misschien voel je je zelfs onveilig of ben je bang. Meer dan een kwart van de jongeren is bang na zoiets meegemaakt te hebben. En wat dan? Meer dan de helft van de mensen die straatintimidatie meemaken, die negeren dit. Ze zoeken geen hulp, ze praten er niet over. Toch blijven de angst en het onveilige gevoel hangen als zij weer over de straat moeten. Er moet iets veranderen, dat is overduidelijk. Het gebeurt niet meer alleen in die ene straat, dat ene dorp. Het gebeurt in het hele land. Dan toch maar die pepperspray op zak of die ketting met dat alarm eraan. Nee, dit is niet de oplossing. Voorkomen is beter dan genezen. We moeten dit niet aanpakken door veiligheidsmaatregelen. We moeten dit aanpakken waar het begint. Bij degene die mensen intimideren op de straat. Als ik in de avond alleen over straat fiets, ben ik bang. Zijn mijn kinderen dat later ook?